Welkom bij mijn COVID-verhaal. Mijn naam is Art de Lange. Ik ben sportdocent, praktijkdocent op het CIOS van Zuidwest-Nederland. 52 jaar en ik heb helaas corona gekregen begin februari. En daar wil ik wat over vertellen. Ik was voordat ik positief werd getest redelijk fit. Ik ging 1 februari even naar school om even een cameraatje te installeren voor de studiedagen. En ik voelde op dat moment een beetje druk op mijn borst. En ik had ook wel een beetje last van een klein kuchje. En ik dacht van weet je wat, ik bel toch de GGD en kijk of ik me kan laten testen. En dat kon eigenlijk al een uur later, want het was vrij rustig in Goes bij de XL-locatie. En zo gedaan, een uur later richting de testlocatie in Goes. Kom eraan, ja, standaard procedure natuurlijk. Met je auto rij ik de Zeelandhallen in en doe de test en ik ga weer naar huis. En begin van de avond log ik in op ADRZ, dat is het ziekenhuis in Goes. En ik zie inderdaad dat ik positief ben getest op het coronavirus. Nou, mijn vrouw heeft toen ook de test laten doen, die was ook positief. Ons zoontje was toevallig aan het logeren bij opa en oma. Nou, die is daar dan ook de komende 2,5 week gebleven. Opa en oma die bleken ook negatief, dus leek ons verstandig om ons zoontje daar even te laten houden. Nou, toen begon eigenlijk het een beetje met milde klachten. Tot op een gegeven moment ik toch in bed kwam te liggen, want ik had koorts, een 39,6. En het hield constant aan dat koorts gebeuren. En ja, ik weet nog dat ik gewoon af en toe eruit was. En heen en weer liep in het huis. Maar toch wel heel veel in bed ging liggen. Tot op een gegeven moment, echt de vierde, vijfde dag, kwam ik mijn bed niet meer uit. En ik zie me nog zo liggen met een banaan op mijn borst. Ik moest eten, maar ik kreeg gewoon niks binnen. En drinken, dat ging nog wel een beetje. Maar ik zweette zo hard. Dat mijn lichaam zo extreem aan het uitdrogen was. Ik kreeg last van mijn onderrug. Van het liggen in bed. Nou, echt gigantisch veel last. Tot op een gegeven moment werd ik zo uitgedroogd en ziek. Dat ik bijna niet meer kon praten. En dat was voor mijn vrouw ook een teken. Want de GGD had er gebeld, maar ja, dan krijg je een callcenter aan de lijn. En die vragen de standaard, goh, is hij benauwd? Nee, is niet benauwd. Ja, goed, dat hoort erbij. Dat hoort erbij bij corona herstel. En nou, toen belden ze uiteindelijk huisartsenpost. Nou, zelfde verhaal. En uiteindelijk heeft ze toch de huisarts gebeld. En ik moet zeggen, onze huisarts, dokter Rijken. Ja, dat is echt een topper. Die komt gelijk langs binnen een uur. Helemaal aangekleed en ja, hij ziet mij liggen en hij belt gelijk, stuurt hij me door naar het ziekenhuis. Ik was dus extreem uitgedroogd. Nou, ik word opgehaald door de ambulance. In de ambulance krijg ik ook gelijk een zoutoplossing en wat pijnstillers. En ja, dan voel je eigenlijk al je lichaam een beetje opladen. Nou ja, dan kom je uiteindelijk in het ziekenhuis. Ziekenhuis in Goes en dan ga je een standaard procedure door. Je komt in een kamertje te liggen, je wordt helemaal lek geprikt, je krijgt een infuus, er wordt in je aorta wordt er geprikt om bloed af te nemen, te kijken naar hoe het met je zuurstof zit. En er wordt een longfoto gemaakt met een mobiel apparaat waar ze mee langskomen. Nou, op de longfoto was gelijk te zien dat ik een dubbele longontsteking had en dat in lichte reflectjes was van corona. Dus dat betekende ook ziekenhuisopname. En daar kwam ik dan ook bij de corona-afdeling, waar alles is ingesield, om het zo maar te zeggen. En ik kreeg daar ook meerdere zakken zoutoplossing en ik laadde daar echt van op. Mijn lichaam was zo extreem uitgedroogd, dat als de dokter niet was geweest waarschijnlijk, dan waren mijn lichaamsfuncties misschien thuis ermee gestopt. Dus wel een hele goede beslissing dat ik in het ziekenhuis lag. Nou, ik klaar een beetje op en de tweede dag denk ik, nou ja, laat ik eens even een beetje op gaan frissen. En
Nou, ik sta voor de spiegel. Ik begin met te scheren. En ik kijk naar mijn lijf. En ik schrik. Ik ben mijn lijf gewoon kwijt. Ik ben gewoon 14 kilo spiermassa verloren in een week tijd. Het immuunsysteem is zo tekeer gegaan tegen dat virus, dat hij eigenlijk mijn spieren op heeft gevreten. En ja, dat betekent een behoorlijk fysieke terugslag. Heel smalle bek. Is nu al een beetje bijgetrokken. Maar ja, gewoon alles aan mijn lijf was weg. Ik was gewoon een jongetje. Ik zag een jongetje staan. En niet meer een grote vent van 96 kilo. Nou, ging op zich goed. En tot mijn verbazing na de tweede dag. Ja, ik liep al een beetje rond en zo. Werd ik door de artsen ontslagen uit het ziekenhuis. Nou, dan krijg je een soort exitgesprek. Waar dingen worden uitgelegd. Maar in de ontslag waren ze ook gelijk stop de complete medicatie. Dexamethasone gehad, antibiotica, dat stopt dan gelijk. En taxi gebeld, want onze auto deed het niet. De elektrische auto was leeg. En met de taxi naar huis. En ik kom thuis, ik zit op de bank. En ik probeer te bewegen, af en toe de trap omhoog. Nou jongen, dat lukte gewoon niet. Met mijn zuurstof meette ik. Ging op een gegeven moment zo laag tot 77. En onder de 90 wordt het al gevaarlijk. Dus ja, dat ging niet. Dus weer uiteindelijk huisartsenpost gebeld, ziekenhuis. Weer met de ambulance naar het ziekenhuis. Weer opgenomen, weer door de molen. Weer helemaal lek geprikt. Weer aan de medicatie. En ook in de eerste dag kwam ik ook, ging ik naar de wc, ik probeerde terug te komen bij mijn bed. En toen ging ik dus helemaal oud, lag ik op de grond. Zusters in paniek, mij weer er bovenop gekregen. Aan de hartmetingen, dat soort dingen. Er werden nog foto's gemaakt in de MRI-scan. Om te kijken of ik geen longembolie had. Dat had ik dus gelukkig niet. En ja, ik kon weer batterijen opladen. Nou, ondertussen kwam er ook een wat oudere vrouw binnen, van een jaar of 80. Die lag dus naast mij. En dan komt de arts op een gegeven moment langs. En redelijk goed gesprek met mij. Dat de medicatie doorgaat thuis. Dat ik waarschijnlijk de volgende dag al wordt ontslagen. Maar ja, dan heeft hij op een gegeven moment hoor je het gesprek van de buurvrouw. En dan zegt de arts van dat zij het waarschijnlijk niet gaat redden. Het zegt dus helemaal niks als mensen niet op de IC komen. Want sommige mensen redden dus de IC helemaal niet. En dat maakt het ja, het ook weer bijzonder, hè? Want je komt meerdere mensen in gesprek die allemaal hun eigen verhaal hebben. Allemaal hun eigen traject. Het is niet dat corona ziekte is die bij iedereen hetzelfde is. Bij mij is het op deze manier gelopen en bij iemand anders loopt het totaal anders. Dus, nou goed, ik heb uiteindelijk ook, realiseer je wat er aan de hand is en je zit dan s'avonds laat, dan word je emotioneel, dan zit je te janken. Van hoe moet ik potverdikkie zo snel mogelijk normaal terugkomen? Gedroomd in het ziekenhuis. Dat het ziekenhuis in de fik stond en dat ik de mensen moest redden. Dat ik een C op het mondkapje schreef omdat ze een corona hadden. En ja jongen, een beetje hallucineren denk ik. Uiteindelijk, na de tweede opname naar huis. En weer in de taxi naar huis. En dit keer ook op eigen initiatief wat dingen ingesteld. Hè? De medicatie gaat door. En contact met de huisarts gehad. Echt top. Huisarts regelt zuurstof bij mij thuis. Ik heb losse zuurstofflesjes. Een speciaal apparaat in de trainingsruimte. Zodat ik met roeien kan ondersteunen. Ik dacht, ik heb het niet nodig. Blijkt later dus toch wel nodig te zijn. Want de medicatie, die dexamethasone, die geeft mij zoveel onrust. Ik heb al ADHD en dat stimuleert alleen maar. Dat is bijna 5 keer sterker dan prednisone. En wat gebeurt er dan? Ik ben super, super, super onrustig zolang ik dat medicijn slik. Roos die wordt knettergek van mij. Omdat ik constant heen en weer loop en dingen aan het doen ben. Ondertussen de nieuwe Apple Watch besteld. Want die kan de zuurstof meten in je bloed. Je gaat veel kopen op internet, compleet nieuw bed besteld, allemaal van dat soort dingen. Dus heel impulsief word je ook. Thuis in ieder geval revalidatiecontact gehad met de fysiotherapeut.
Ergotherapie. Mijn werkgever, echt een topper. Want die begrijpt het gewoon. Ook hele goede gesprekken gehad. Heel veel steun uit de omgeving. Buitensportbedrijven die me bloemen opsturen. Oud-leerlingen die fruitpakketten opsturen naar me. Gigantisch veel kaarten. Collega's die aan de deur komen. Mij helpen. Ja, vrienden. Herman die mij een mooi boek opstuurt. Barry, Hans Olaf. Die veelvuldig contact met mij onderhouden. Met mijn collega Bob die helemaal meeleeft. Ja, het is echt wel bijzonder hoor. Nou, dan hadden we alleen de pech natuurlijk. Dat twee dagen dat ik uit het ziekenhuis kwam. Onze lieve Labrador ook nog eens moest laten inslapen. Ja, die had al een tumor op zijn schedeltje. Maar ja, net weer op dat moment. Wasmachine gaan stuk. Lekkage van het bad boven. Water loopt naar beneden langs de muur. Allemaal in dezelfde week. De wet van Murphy denk ik. Maar uiteindelijk is het allemaal weer goed gekomen. Het lukt mij nu om ik heb een zuurstoffles. Anko, heeft mij, oud collega, heeft mij een rollator geleend. Gelukkig heb ik die nog niet nodig gehad. Het lukt mij om 150 meter, 200 meter naar de Lidl te lopen. Een boodschapje te doen en weer terug. Ik maakte mij zorgen om het feit dat ik met mijn zoontje niet zoveel dingen meer kon doen. Maar dat valt mee. Lichthoudelijke huishoudelijke taken lukt mij wel, maar ik word zo keihard teruggefloten. En dat is met name ook vandaag. Is mijn eerste revalidatie gestart met fysiotherapie thuis in mijn eigen trainingsruimte, of onze trainingsruimte van mij en Roos. En dan merk ik dat 5 minuten roeien gaat niet eens. En ik ben binnen 5 minuten heb ik een hartslag 150. Dondert mijn zuurstofpercentage onder de 90. Ik word duizelig. Ik begin te zweten. Ik moet dus echt herstellen. Ik heb dus zuurstof nodig om te roeien. Daarna squats 10 keer licht. Benen compleet verzuurd. Buiten adem. Ik werd even met beide benen op de grond gezet. Dat het nog wel even een traject wordt om te kunnen herstellen. Hoe ziet het er nou uit verder? 2 keer fysiotherapie. Dat wordt later intensiever. En ergotherapie erbij voor je energiebalans controle over te krijgen. En ik moet het rustig aandoen. Ik lig er waarschijnlijk tot de zomervakantie. Dat is laat me zeggen, 4 tot 5 maanden lig ik er gewoon compleet uit. Tot mijn grote frustratie. Ik hoop dat ik volledig weer terug kan komen na de zomervakantie. Maar zo'n lang traject heeft dat om te herstellen. En dan ben ik een sterke vent. En dan ben ik dan waarschijnlijk in de vakantie nog maar voor 80% hersteld. Dus dit heeft het met mij gedaan, met het corona. En ik zie het licht in de tunnel hoor. En ik zie ook alleen de acceptatie is er nog niet helemaal. Dat ik zo ver weg ben en zo ver terug moet komen van een week ziek zijn van corona. Dus dat kan ook gebeuren. Ik ben al die regeltjes ook beu. Ik ben de avondkok beu. Ik wil ook weer lekker het terrasje pakken. En ik denk er nog steeds hetzelfde over. Ook al heb ik nu corona gehad. Het voordeel is dat ik nu een paar maanden zelf immuun ben. Maar ik ben nu nog heel erg vatbaar. Omdat ik longontsteking heb van alle andere bacillen van buitenaf. Dat kan ik niet meer bijgebruiken. Dus ik moet een beetje voorzichtig zijn. Ik hoop dat jullie wat aan mijn verhaal hebben gehad. Het is in ieder geval mijn beleving geweest. Het zal voor iedereen... Zou herstel van corona anders zijn? Ik heb gewoon keihard de pech gehad dat ik een gigantische fysieke terugval heb. En daarmee keihard weer moet gaan trainen de komende maanden om daar bovenop te komen. En dat gaat ook gebeuren. En ik heb daar de volste vertrouwen in. Dankjewel voor het luisteren naar mijn verhaal.